28 juni 2006. Terwijl het leven in Rotterdam gewoon voortkabbelt, worden in Worm de nieuwe leden van de Urban Country Club aan elkaar voorgesteld. Dit doen zij tijdens een ontspannen talkshow onder leiding van Natasja Kuyt. Goedenavond allemaal. Hoe zit dat in zo'n stoel, zo'n vliegtuigstoel? Ja, volgens mij hebben jullie het beter geregeld. Ik vind dat je last van ja, maar we houden dit ook nog wel vol. En zo lang zitten we hier ook niet. Straks gaan we gewoon weer lekker verder bormen. Maar wel hartelijk welkom bij de Urban Country Club, die ook zijn eigen logo heeft. Het doet me aan, nou ja, ik zal niet zeggen wat mij aan doet denken. Wel, ja. Misschien later vanavond. Nu nog even niet. Ja, we zijn toch onder elkaar, hè? Ja, dat is wel waar. Echt een hele selecte club mensen hebben jullie bij elkaar. Althans, dat willen we zo voelen. Maar wie dan die mensen zijn, daar gaan we vanavond voor een deel achterkomen. Zoals jullie zien heb ik hier een bank. En daar komen straks allerlei gasten op. Daar hebben we ook een formule voor bedacht, hoe we dat gaan doen. En daar ga ik niet al te veel over vertellen. Alleen hebben we per bank, per drie gasten, hebben we 10 minuten. En dan is het wissel en dan krijgen we de volgende gasten. En die zullen allemaal worden aangekondigd door iemand. Gaat u straks ook wel merken. Michelle heet ze. Ik heb ook blij mee met Michelle. Ja, jullie ook. Ja, dat dacht ik wel. Ja. En ik stel voor gewoon aan de regie, want u ziet wel, het wordt ook allemaal heel filmisch gedaan. Het is voor mij ook wel een beetje verrassing, maar laten we ons maar verrassen dan. Ik stel voor dat we de show beginnen. Wat is de creatieve stad? Hoe kan je de stad creatiever maken en waarom moet dat eigenlijk? Van bestuurders tot beleidsmakers, van projectontwikkelaars tot kunstenaars, van ondernemers tot onderzoekers. Ze zijn allemaal op zoek naar antwoorden. De Urban Country Club gaat over deze zoektocht. Nou, dat kan ik. En nu mag je. Ja. Hij is geboren in Rotterdam op 22 maart 1952 en opgegroeid in Bospolder Tussendijken. Op het randje van Spangen de Mantenesserweg. Hij ging naar de openbare lagere jongensschool, de Phoenix, een wederopbouwschool te midden van de puin van het vergissingsbombardement. De enige lijn in zijn carrière is journalistiek van aard. Hij is begonnen bij het Rotterdamse Nieuwsblad, later in Den Haag bij de Haagse Courant, het ANP en de NOS als parlementair verslaggever. Daarna werd hij manager bij de Wereldomroep en is nu sinds ruim een jaar hoofdredacteur van RTV Rijnmond. Hij is gehuwd en heeft een zoon van 17 jaar, hij fotografeert, hij zit te lachen. Bemoeit zich met het landelijk honkbal, dames en heren, Johan de Koster. Het was leuk om te zien, op het moment dat 22 maart 1952 werd genoemd, begon hij al zo te kijken, oh jee, dat ben ik. Ja, nou, je weet het niet, er zijn er een paar heel dicht bij elkaar jarig, heb ik mogen zien al. Okay. Welkom, neem een glaasje water, zou ik zeggen. We hebben hier, dat had ik nog niet verteld, we hebben hier een aantal verrassingsvragen liggen voor ieder van de nieuwe leden. Een vraag. Ik ga er gewoon eentje uitpakken, dus daar beginnen we mee. En verder stel ik gewoon de vraag waar ik zin in heb. Maar we beginnen hiermee. Wat is de laatste DVD of CD die je gekocht hebt en waarom? Vooral het laatste lijkt me dan interessant. Ik heb een verzameldoos Frank Sinatra gekocht. Waarom? Ja, om een cadeau te doen aan mijn grootmoeder. Heb jij nog een grootmoeder? Ja, die heb ik nog. Hoe oud is ze? Die is nu achter in de 90. Precies moet je me niet vragen. Maar ja, dat is elkaar heel snel opgevolgd. Ik ben zelf 54, dus reken het maar uit. Ja. Ja, dat doen we ook later vanavond. Waar we wonen in Rotterdam? Ja, Lombardije. Zelf ben je weer terug in Rotterdam eigenlijk, hè? Want je bent lange tijd weg geweest. Maar ik heb net gehoord dat je nog niet echt een huis hebt hier. Nee, ik heb moeite om een huis te verkopen. Dat staat in het noorden van het land. En ik slaap hier aan de Matenisselaan bij jou om de hoek. Boven in het oude schoenverspad, waar we de tv hebben gehuisvest. In de voormalige directiekamer van Jan Haasbroek. Die jij ook kent. Ja, ik ken ze allemaal. Ja, absoluut. En slaapt dat goed? Soms heel slecht, misselijk. Ja. Ja, daar is veel gebeurd. Ja. Nou ken ik dus inderdaad misschien wel goed te weten. Dus ik ken Johan ook al wat langer, met name vanuit Den Haag. En hij is lang ook parlementair verslaggever geweest, net zoals ik.
Wat zeg je altijd tegen mensen als ze vragen wat je daar doet in Den Haag? Ja, vooral kijken, wachten en denken. En heel veel in nieuwsbord zitten. En veel te veel drank tot je nemen. Ja. Ja, is dat oude beeld, dat houden we er gewoon in? Bij mij klopt het nog steeds, ja. Ja. Nou, is vanavond overigens nog even tot slot een spannend debat, hè? Althans, minister Verdonk, Ayaan. Ja. Hoe gaat het aflopen, vragen we dan aan de deskundigen. Ja, ik vermoed voor Verdonk goed. Ja. Ja. Ik ruik ze van verre. De nieuwe leden van de Urban Country Club. Ze gebruiken namelijk nog groene zeep. Wat vond je van vanavond? We doen even alleen de nieuwe leden, maar ik vind het wel heel leuk als je erbij bent. Ik vond het een hele leuke avond. Een leuke presentatie. Goed voorbereid. Leuke mensen, ook publiek. Heel erg mee, ja. Ik had net een voorstel van iemand zei van als we nou zouden moeten betalen voor de Urban Country Club, een membership. Of mensen dat dan zouden doen, wat denk je? Ja, dan zou hij eerst wat meer voor moeten hebben dan hij nu heeft. En dan denk ik wel dat we daarvoor zouden willen betalen, ja. Het is maar een vraag, hoor. Ik heb het niet met Rini Biemans overlegd, dus het gaat ook niet... Het is niet zo dat ik geld aan het verzamelen ben. Wat deze stad wel mist, is zo'n soort ontmoetingspunt tussen politiek, ondernemers, creatievelingen, noem het allemaal maar op. Zoiets als de grote club in Amsterdam of Nieuwsport in Den Haag. Er zijn ook wel gesprekken over om er zoiets een keertje op te zetten hier, om in ieder geval dat voor te bereiden. Als dit in dat gat zou kunnen springen, zou dat een heel leuk begin kunnen zijn, denk ik. Of wat verwacht je van uiteindelijk van de Urban Country Club? Maar ja, wat voor nut heeft het? Het heeft het nut dat het een hele wonderlijke dwarsdoorsnede van Rotterdam aanbiedt, zonder dat je daar zelf al te ernstig naar op zoek hoeft. En is dat niet om al te kritisch te zijn, maar is het toch ook niet zo dat je die bij zoveel netwerkbijeenkomsten samen zien? Ja, maar daar is het toch vaak wat meer een zuil van mensen die in dezelfde sector werken. Of economisch bezig zijn of creatief, maar deze dwarsdoorsnee kom je daar niet nee, dat is... tegen. Ik ontmoet zo'n Spartaan als Leo hier voor het eerst. Dus niet vandaag voor het eerst lid, maar wel voor het eerst ontmoet vandaag? Ik ben niet eens lid. Dus dat, wat doe je hier dan? Ik ben bestuurslid. Maar dan mag je blijven. En wij worden zo direct afgezet en dan moet het zichzelf gaan regelen. Maar om nou te zeggen, als de geest van Bok de Korver zich warm loopt langs de lijn en de kreet Sparta naar voren boven het kasteel uitstijgt. En de volgende keer vertel ik de rest. Op 25 november 1961 zag in Rotterdam Blijdorp een boogschutter het levenslicht. Dat moet het aapgevoel in hem hebben versterkt. Hij heeft zich vervolgens op de ICT geworpen en nu komt een riedel termen, Sniffer Network Analyzer Target Account Selling Time Management International Retention Acquisition Development RAD Model Mercurity Goldman Enterprise Management Door Training Network Security Technologies enzovoort. En uiteindelijk meegezogen door de baas van Sharp, die directeur werd bij Olivetti Office en wat geprutst als verstandig ondernemer met het bouwen van computersystemen. In 2001 maakte hij de definitieve overgang van hardware naar security software. Afijn, in juli 2005 heeft hij zijn bedrijf CQ.com, als ik het goed uitspreek, onder de vleugels van Siemens geschaard, met zeer recent de wereldwijde joint venture tussen Siemens en Nokia. Zijn grootste passie is de golfsport met een handicap gelijk aan zijn arbeidsuren per week, 4,9 uur. Dames en heren, Rob van Maastricht. Ik zit erop, pak de microfoon naast je erbij, zodat je zelf antwoord kunt geven. Is dat echt waar van die 4,9 uur? Absoluut. Dan moeten we toch echt eens met elkaar gaan praten vanavond. Ik heb een vraag getrokken voor je. Wat was tot nog toe het leukste jaar uit je leven? Hoe lang mag ik erover? Al ongeveer 3 seconden. Ik denk 2004, omdat het een moeilijk jaar was. Heel veel uitdagingen. Er was toch echt wel iets merkbaar van het ging minder. En dat vond ik nou juist kansen bieden, omdat ik veel ben gaan golven. Blijft nog een beetje cryptisch voor mij hoor. Maar dat was wel leuk dus. Ja, het was gewoon veel uitdagingen. Dus golven is voor mij gestart als zijnde 1991. Stapje richting relatienetwerken, veel ballen met liefde.
zo hoog mogelijk kader. Er kwam natuurlijk niks van terecht, maar het was wel gezellig. En eigenlijk al die tijd heeft zich dat uitgebouwd en 2004 was voor mij eigenlijk een topjaar in golf. Goed, nou, dan weten we dat ook. Ted en de architect. Mag ik jou wat vragen, meneer? Met je hele mooie pak, wat vind jij nou de toegevoegde waarde van deze Urban Country Club vanavond? Buitengewoon creatief netwerken, nieuwe mensen ontmoeten, leuke mensen en vooral inspirerende mensen. Hoe commercieel moet de tekst worden? Commercie bestaat bij de gratie van creativiteit, dus zonder creativiteit geen commercie natuurlijk. Dus wij willen even een bottom slogan voor jou, van waar begint het? Ik denk dat het begint met nieuwe mensen, nieuwe kennissen, nieuwe relaties, nieuwe creative minds. More fun. En wij hebben het net over de nieuwe generatie. Die zitten te veel achter internet. Die zouden heel veel kunnen leren van jouw generatie. De doe-generatie heb ik het al net aangegeven. Hoe krijgen die mensen, die jonge generatie, het huis uit? Ik heb al gezegd van laat ze weer hun big balpen en een bloknootje meenemen. En vooral, ja, wat denk jij daarvan? Is die nieuwe generatie zo introvert? Ik merk heel duidelijk dat de nieuwe generatie erg gebonden is aan een computer. En dus snel binnen zit. Gaming, heel veel nieuwe technieken, internet, websites bouwen. Het is allemaal een beetje... Ja, ik heb hem ook. Het is allemaal bijna standaard dat ze met die computers dus aan de haal gaan en dus binnen zitten. Ik zie het bij mijn zoons ook, 18, 19. Worldwide gaming, hè, dus live, interactive. Muziek maken, editen, pictures, cut and paste, brieven schrijven, werkstukken. Kortom, ze hoeven niet meer naar buiten. Ze gaan niet meer naar buiten. Maar dan, ik woon toevallig aan het strand. Dus welk strand? Kijk daar. Dus de stap naar buiten van die pc is heel dichtbij. En soms moet je er echt zeggen, outside. En dan hebben ze het daar toch ook wel weer naar de zin. Even een balletje getrapt, even lekker op het strand liggen. De buitenwereld, een andere vorm van muziek, maar nu ben je gewoon aan het luisteren. Je bent met elkaar vrienden, meer buiten. Ik zeg altijd tegen mijn Lolita's binnen, nou wauw van... werk met je zintuigen, gebruik je zintuigen, ruiken, voelen, springen, beweeg. Maar ga niet de hele tijd achter zo'n computer zitten. Maar je herkent ze ook snel. Bleek smoeltje, rode oogjes, rimpeltjes, vermoeid. Vierkante oogjes. Worden niet ouder dan 30? I don't know yet. Over jaren ja. Gaan ze vragen. Ja, ja. En heb jij daar ook zoveel moeite mee met die nieuwe generatie achter internet zit? Hoe kunnen we die mensen inspireren? Precies, laten we die even interactiever maken. In plaats van met de computer bezig zijn met elkaar. Dat lijkt me een goede... Hoe gaan we dat doen? En we hebben het net over de zintuigen gehad. Hoe haal jij die kids uit hun huis? Hoe krijgen ze op straat? Door iets neer te zetten wat interessanter is dan die computer. Ja, zo simpel is het gewoon, denk ik. Maar tegenwoordig is het alweer behoorlijk wat dan zintuigontwikkeling via de computer gaande. Dus je kunt ze bijna niet meer buiten krijgen. Ja. Maar kunnen ze ruiken? Kunnen ze voelen? Voelen, dat gaat. Ja, dat kan. Ja. Maar zelfs als ik een week in Italië ben, dan ruik ik al anders. Of dan ruik ik de zintuigen, dan ruik ik de liefde. Dan ruik ik de olijflucht. En dan... Ik denk jongeren laten realiseren hoe mooi de mens is. Als ze dat gaan realiseren, dan vinden ze de computer minder aantrekkelijk. Kijk, dat vind ik een mooie dagsluiting. Weer iemand die mijn baan wil. Oké, ze is geboren in Willemstad, Curaçao, 14 maart 1976. Toen ze 2 was, verhuisde ze naar Nederland. Ze is opgegroeid in een klein dorpje, waar zij de enige donkere mensen waren. Het dorpje heet Mijnsheerenland en ligt in de Hoek Smaard. Ze heeft in Amsterdam communicatiewetenschappen gestudeerd. Ze organiseert talentenjachten. Ze heeft een jongerenmarketingbureau. Adviseert netwerk CS. En zit in het bestuur van de Raad voor Kunst en Cultuur. Het woord Urban heeft voor haar van allerlei betekenissen. Urban is nu een begrip, maar niet voor haar tijd. Want wat zij zelf zegt over Nederlanders, wat een boer niet vreet, niet kent, dat vreet hij niet. Andersom waarschijnlijk ook. Dat heeft ze aan de lijf ondervonden. Urban is wat zij aan de man heeft gebracht, zeker in Rotterdam. Een goed plan is hierbij niet voldoende, een goede reputatie des te meer. Verder is ze altijd bezig met nieuwe dingen, ze woont sinds een paar dagen samen. Dames en heren, stadsdame Henka Madura.
Ik zit nog even door te denken over wat voor diepzinnige opmerkingen. Nou, maar dat de boer die kent vreet hij niet, maar andersom? Ook niet, nee. Heb ik niet gezonnen. Nee, dat is geheel weer de eigen improvisatie van Michelle. We moeten er wel een beetje in toon houden vandaag. Welkom. Dank je. Henka, ook voor jou een vraag. Ik pak gewoon deze. Lopen, fietsen, auto of vliegtuig? Hoe beweeg je je het liefst voort? Vliegtuig? Ja, ik heb laatst voor de tweede keer business class gevlogen en dat beviel me dan. Niet omdat ik het kon betalen, maar omdat ik toevallig goldmember was. En ik dus met hetzelfde prijs dat ik eigenlijk voor economy class had betaald, ineens business class. Hoe word je toevallig goldmember? Nee, ik heb wel veel gevlogen. Nee, dat word je niet toevallig. Nee, daar heb ik echt mijn best voor gedaan. Dus, maar dat is dus niet dat je 5000 euro betaalt of zo voor business. Dus dat vond ik wel. Wel grappig. Vliegen. Ik hou van reizen. Ja, reis je ook veel voor je werk of is het vooral voor ontspanning? Ja, het is bij mij altijd een combinatie. Want ik doe het altijd voor de ontspanning en dan uiteindelijk ga ik toch weer werken, omdat ik vaak naar Amerika ga. En daar komt natuurlijk veel vandaan van wat ik doe. Dat weet ik niet. Vertel daar eens uit. Nou, ik ben heel veel bezig met entertainment. Entertainment op het gebied van hip-hop culture, want ik gebruik de term urban zelf niet echt. Het is een beetje een vieze term geworden. Oh ja, en je bent er net iets van geworden. Ja, dat was ook zeg maar, een discussie die ik graag wilde houden nog. Oh ja. Maar goed, je kan natuurlijk niet gelijk beginnen met de naamsverandering van een organisatie. Jullie zijn met elkaar echt gewoon, jullie gaan erover met z'n maar volgens mij zit urban grootstedelijk en urban, waar ik niet zo heel erg van hou, zeg maar de marketingterm urban. Oh, dus je zit naast Rob, hè? Ken je Rob al? Bij Rob. Henka. Nu wel. Henka. Johan. Ja, Henka. Ja, wat Rob, als je nou haar hoort, dan ben je dan meteen geïnteresseerd in wat ze verder wat doet? Ik zou graag op mee willen reizen, zover mogelijk. Ik kan wel, tennissen, maar golfen doe ik niet, tennis ook? Als moet, XBE. Oh, oké, ik ook. XBE, ja. XBE, ik ben echt een voelde helemaal een andere wereld. Wat is dat? Nou, dat is zeg maar, je hebt een aantal verschillende categorieën met tennis en BE is dat je net niet professioneel bent, zeg maar wel een beetje kan wel. Wat werd daar gezegd? Wat werd daar geroepen? Mossen naar de maaltijd, als je ex bent bedoel je, dat schiet niet op. Ja, dat is echt een beetje El Bundy-achtig, zo van dat je verhalen zat over hoe goed je vroeger was. Aha, oké, ik begin het te begrijpen. Leuk zitten nu op de sport opeens, Johan, jij bent een honkbalfanaat, hè? Ja, redelijk, ja. Vroeger zelf gespeeld op Sparta en mijn zoontje speelde in de landelijke competitie bij Almere. Sparta. Jij ook, ja. Sparta. Ja, oké, leuk. Maar er zitten wel een aantal jaar tussen. Maar je doet het zelf niet meer, maar je bent wel betrokken erbij. Ja, ik heb in het organisatiecomité gezeten voor de wereldkampioenschap vorig jaar. Die voor een deel hier hebben zich afgespeeld en in Amsterdam en Almere. En ik zat in het comité voor Almere. Sport inderdaad een goede voorwaarde om mensen te ontmoeten en interessante mensen vooral ook? Toen ik nog sportte wel, ja. Was alweer een tijdje geleden. Maar nee, absoluut. Ik bedoel sowieso alles wat je doet in een ontspannende sfeer, denk ik, is goed om mensen 10 minuten zijn om. Hebben we een hele kleine indruk? Ja. Hele kleine, ja. Ik weet dat we straks nog alle tijd hebben om veel te praten over. Kom naar Henka. Wat vond je van vanavond? Ja, dat was leuk. Ik zat me af te vragen altijd, wat is het doel? Waar moeten we naartoe? Wat moeten we bereiken? En toen bleek het gewoon dat we gewoon leuk met elkaar mochten praten. Dat was ook... En leuk hè? Ja, dat je niet altijd zo'n doel... Dat was heel grappig. Ik zei echt even tegen de jongen, maar wat is eigenlijk het eindstreven en zo? Zijn die van, nee joh, we zitten hier gewoon leuk gezellig met elkaar te praten. Ik echt zo, serieus. Dat is weer eens wat anders. Dat vond ik leuk. Wat vond je van de samenstelling? Wat vind je daarvan, van de Urban Country Club? Ik was wel onder de indruk, best wel. Ik had echt zoiets van, oké, misschien moet ik nog maar even aan mijn cv gaan werken. Je hebt het nu over mij, hè? Nee, ik had zelfs niet van, misschien moet ik aan mijn cv gaan werken. Ik bedoel dat je onder de indruk was van mij. Oh, helemaal. Ik had zoiets van, wauw, moet ik nog wel wat gaan zeggen? Je bent wel geïntroduceerd als de stadsvrouw van Rotterdam. De urban mogen we niet meer gebruiken, maar goed, voor jouw tijd was er geen urban, toch? Right. Nou, luister dan, die culture die ik heb, die staat al 30 jaar en ik ben pas 30. Dus het was ergens wel voor mij ook en zo. Maar die introductie vond ik leuk hoor. Dus het was vereerd, maar dat is natuurlijk niet waar. Je hebt er wel nieuw leven in geblazen. Ik probeer mijn best te doen en toe te voegen, absoluut. Een heleboel anderen trouwens ook. Want ze worden altijd boos, maar jij bent altijd geen...
Worden mensen boos op jou? Ja, ik heb een keer gehoord, van, het stond in een krantartikel dat ik urban queen was van Rotterdam ofzo. En toen kreeg ik ben een kleine, ik had mijn hak aan moeten doen, sorry. En dat, toen had ik echt zoiets van, ja, maar ik heb mezelf zo niet genoemd. Iemand anders heeft me zo genoemd. Hij zei, ja, maar ik weet ook heel veel van die boeken. Ik zeg, nou, oké, sorry, volgende keer zal ik naar jou door verwijzen. Ja, ja. Ik lees ook heel veel boeken. Ja, toch? Je doet ook je best.